De kustwacht moet een beter preventief beleid voeren op de Surinaamse wateren. Dit zegt minister Prelat Sildin van Landbouw, Veeteelt en Visserij. Hij sprak journalisten vandaag voor aanvang van de wekelijkse ministerraad. De bewindsman ging in op vragen over illegale visserijactiviteiten voor de Surinaamse kust. En merkt verder op dat de bescherming van Surinaamse visgronden bijzonder belangrijk is. En we weten, met drie boten ga je onze hele kust niet kunnen beschermen. En ik heb vaak het advies uitgebracht van, het zijn drie boten. Stationeer één op Nieuw-Nikeri, één te Boskamp en één hier voor de kust, of de Paramaribo. Daar gaat er altijd een preventieve werking van uit. Van Edeman, het zijn vier vlakbij. Dus een, maar in, helaas zie ik vaak de boten hier in Paramaribo binnen. En ik ga dit weer ter sprake brengen. Van, dit kan niet. Er moet iets in het westen zijn, want daar lopen dingen fout. Dus en, we moeten meer daar zijn dan hier in Paramaribo. In het oosten hoef je niet te gaan, want en, het zijn niet de Fransen die naar ons toe komen, het zijn onze boten die kant op gaan. Maar en, het is... Het vergt veel energie van ons, maar die gaat het moeten doen. Sildin merkt op dat Suriname rijke visgronden heeft die door de kustwacht via de juiste wetgeving beschermd moeten worden. De minister stelt ook dat het visserijmanagementplan van de overheid heel goed zal werken in de aanpak van dit vraagstuk. De boten die illegale visserijactiviteiten uitvoeren, moeten volgens hem worden vernietigd. Wij zijn nu in discussie met het Openbaar Ministerie om die boten niet meer in het openbaar te verkopen, want dan komt het weer in de vaart. En het zijn vaak de eigenaren die het weer terugkopen. Hè? Ik bedoel, gewoon die boot vernietigen. Klaar, punt uit. Het is een maffia gedoe, moet ik eerlijk zeggen. Ik kom ook in de sector, ik weet echt veel. Maar nu ik in de positie ben om er wat aan te doen, zeg ik van, ik zet mijn schrap. En we gaan voor een stukje zuivering. De minister zegt dat de potentie die Suriname op het gebied van grootschalige visserij heeft opgekrikt moet worden. Sildin merkt op dat hij samen met de gemeenschap hieraan wil werken, omdat hij zelf uit de sector komt.